Why are you shitting? Why are you shitting? You'll be taken back to your relationship fault. Oh my god. Even stil dan beginnen we. Good job. You found the relevant. Sorry, dit is geen boeken. Oké. Well, you found me. Shit. Cause that is not going to work, you know. You know you jackass cannot. It is not to use shit. Kut, wat dan maar. Why does the deadly neurotoxic have no effect on you? This fucker. An unknown error occurred. Please fill in H for good. We should do it dying. Ha. Ha. Abba. Een van de personages, Alice, zie je niet eens in de film. Maar ja, je ziet er wel, want ik vond het wel kut nu. Een van de personages, Alice, zie je niet eens in de film. Maakt juist extra spannend, omdat je niet goed weet wie nou die personage is. Kut of nu. Daarbij is het ook nog dat de meeste computerprogramma's, als basis, niet gukken of laten kussen. Oké. Veel groot. Nee. Bel. Nou, kom maar. We hebben het begin over een... Nee, we hebben het begin over. Ik heb één woord. We hebben geen... Shit. Dat denk je niet eens. Hij heeft het echt zo op moeten nemen dat dat gewoon niet gaat. En anders hadden we gewoon voor een andere opdracht gekozen. Het is met de movies mogelijk om bla 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 shit. En afgestemd op de mogelijkheden die de movies heeft. Oh, wat een kutstukje. Echt serieus. Echt iets anders daarvoor. Ook meer details kan je zelf kiezen, zoals weeromstandigheden. Mede dankzij hier. Dit. Nee. In de movies kan je zelf acteurs maken, ook kleding en sets en handelingen en eigenlijk alle details kan je wel zelf kiezen in dat programma. Waardoor het voor ons eigenlijk wel heel makkelijk werd om... In de movies kan je zelfs acteurs maken, zelfs zelf. Daar wordt de film ook daadwerkelijk opgenomen met alles erop en eraan. Acteurs, crew, regisseur. En ja. Op de kaart ook best wat niks. Ja. Hé, hey, dat viel best wel mee. Meeste. Het meeste. Meeste. De stem van David is in de movies al toegevoegd, omdat hierbij lipsynchronisatie gedaan kan worden, zodat de lippen van David meebewegen met wat er ingesproken wordt. Nou, ik vind eigenlijk het laatste stukje.